verder over. We zitten op een klein half uur van jouw concert. En dat we nog mogen aanschuiven voor een gesprekje, betekent dat je toch redelijk rustig naar zo'n concert toe leeft? Nee, ik ben super zenuwachtig. Jawel. Ik doe het natuurlijk al wel een tijdje nu. Hè. Ik ben er dit jaar achter gekomen dat ik 25 jaar zangeres... Op de planken staan. Ja, zangeres ben officieel. Dus dat is al wel wat. Maar ik blijf wel altijd zenuwachtig. Toch wel. Ja. En hoe uitziet dat dan? Dat zo net voor het gaat beginnen, denk ik, oh, daar gaan we weer. En het moet goed zijn, denk ik, elke keer. Maar eens dat je vertrokken bent, dan is dat weg natuurlijk, want dan amuseert u en is dat tof. Is er een vast ritueel waar je aan vasthoudt? Ik poets altijd mijn tanden voordat ik ga zingen. Soundchecken doen we. Ja, het is altijd zo'n beetje... Heel de dag ernaartoe is een beetje een ritueel. Want je rijdt. Je rijdt dikwijls samen met de muzikanten. Dan ga je opstellen, ga soundchecken, ga eten. Ja, dat is heel de dag is eigenlijk een beetje een ritueel voor je concert. Hier en Nu is een album dat ongeveer 8 maanden uit is intussen. De nummers die daarop staan tijdens het toeren, zijn dat nog altijd dezelfde nummers of hebben die een beetje in hun eigen leven kunnen leiden? Het zijn nog altijd dezelfde nummers, maar ik speel eigenlijk nummers live zelden zoals dat ze op de plaat staan. We hebben dat deze zomer wel gedaan. Toen hadden we iemand bij die ook, Fatih K, die de plaat heeft geproduced, die dan ook met de computer beats liet meelopen en zo. Dat hebben we nu allemaal niet bij in de theatertour. Dat zijn we gewoon met z'n vieren. En dan spelen we redelijk akoestische versies eigenlijk van de nummers. Maar niet alleen maar van Hier en Nu, maar ook van oude nummers. Ja. Hier en Nu, is dat ook een levenshouding waarmee jij in het leven staat? Het is eigenlijk, we willen dat zo niet meer verkopen, maar het is mijn coronaplaat, zoals iedereen, denk ik, tegenwoordig een coronaplaat heeft. En toen konden we niet anders. Hè. We moesten wel in het hier en nu leven. We konden er niet omheen. De situatie was wat ze was. En ik denk dat die plaat daar een beetje over vertelt. En over hoe je met jezelf wordt geconfronteerd. Hè. Als je in één keer niks meer kunt doen en je staat niet meer op een podium. En wie zei je dan als artiest? Dat een beetje... Maar corona is nu voorbij, hè? Ja, gelukkig, hè? Allee, nog niet helemaal voorbij, maar we mogen terug spelen. Zeer goed. Wat ik ook gemerkt heb in jouw socials, is dat je ook heel geëngageerd bent. Ik zag iets passeren van Artsen zonder vakantie, waar je een nummer voor gemaakt hebt. Ik zag iets van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, dus je staat wel vol in het leven, in het hier en nu, hè? Ik vind wel, ik heb dat altijd wel wat gehad, ook als kind, niet alleen maar als vanaf het moment dat ik muzikant werd, maar dat we een podium hebben en dat we ook iets kunnen zeggen daardoor, omdat er misschien net iets meer mensen dan luisteren. En dan wil ik dat ook wel graag voor een goed doel, zal ik het dan maar noemen, gebruiken. Ik moet daar reclame maken, want de Diabetesliga die heeft mij gevraagd om reclame te maken voor de maand van de diabetes. Om mensen een koprol te laten doen op hun socials. De koprol met de hashtag koprol voor diabetes, om de... het bewustzijn over hoe dat leven van mensen met diabetes op zijn kop staat, om dat bewustzijn aan te wakkeren. Dus, ja. En er komt ook nog een nummer? Nee. Nee, toch niet. Nee. Oké, wat staat er verder nog op het programma? Want je hebt nog de tour die voortloopt, maar ja, als ik je hoor, je bent met van alles bezig. Omdat je daarnet zei, Artsen zonder vakantie, dat is eigenlijk een plaat die ik gemaakt heb met een Congolese artiest, waar we hopen om nog concerten mee te kunnen spelen. Maar ja, die plaat is al helemaal online gemaakt, omdat we niet bij elkaar geraakten. Ja. We hebben elkaar nog nooit gezien, Mastaki Bafa is zijn naam, moet je zeker eens opzoeken, want het is een fantastische singer-songwriter. Dus we hopen om daar nog concerten mee te kunnen spelen, zowel in Congo en Kenia als in België. Ja. En dan ermee terugkomen naar de herbakker zou fijn zijn. Ah ja, zeker. Graag. Heel graag. Veel succes en tot ziens. Merci.